Hoi, ik ben Nina en we zijn vandaag in de Lipstick Factory van YSL. En daarom heb ik dit mooie pak aan. Kom maar mee. Waar we waren met die mega ketel. Daar werd dus de Rouge Couture gemaakt. Super mooie lipstift, dat heb ik vast mogen houden. En in de kleur 81. Een hele speciale kleur, die volgens mij nog niet uit is. En omdat alles zo top secret is, worden we nu weer snel naar buiten geloodst in een blauwe jas. En gaan we naar een ander gedeelte van deze fabriek. Dan moeten we waarschijnlijk weer achter een hekje staan. Het is echt één grote striptease hier. Gaat hij eruit? Oké, we mogen hier weer filmen. En dit is het stuk waar ze alle verpakkingen in elkaar zetten en dat je echt ziet wat voor soort lipstift het wordt in de verpakking met de formule er al in en zo. Zo spannend! We zien dus nu dat alles stapje voor stapje wordt gemaakt. Dus de applicator wordt op één gedeelte in elkaar gezet. Dan heb je de dop, die wordt weer los opgezet. Dan heb je de labels, die worden er weer opgeplakt. Wat heel interessant is, is dat ze in deze fabriek echt per dag kunnen kijken naar de vraag van de klant, van ons. En op basis daarvan kunnen ze bepalen, oké, vandaag gaan we echt alleen maar hier 81 maken. En morgen gaan we weer 81 maken, want er is zoveel vraag naar. Het is wel zo geweest als een celebrity op Instagram een kleur laat zien van YSL, dat de vraag echt ontploft. En dan maken ze dus een dag later veel meer exemplaren van die kleur. Het is echt smart thinking. Er werken dus zo'n 450 man verspreid over 45.000 vierkante meter. En echt super weinig mensen, omdat alles hier geautomatiseerd is. Maar bij YSL en L'Oréal Luxe zijn ze wel echt bovenop de kwaliteit. Bij dit onderdeel zit zelfs één persoon die alle lipsticks stuk voor stuk controleert. En als het dus niet goed is, dan druk je op een knopje en dan wordt die lipstick er zo uitgehaald. Bizar!